Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurman Schoenen. Ondanks het feit dat ze kinderen hebben, blijven heel veel mensen gewoon de Vierdaagse lopen. En een week lang kijken ze niet om naar hun kroost. Maar vandaag gaat er verandering in komen. Want straks komen papa en mama daar aan en dan zijn ze terug. En dan wandelen ze naar de finish en dan gaan wij ze aanmoedigen. Goed, zullen we even oefenen? Daar komen ze aan. Hup mama, hup papa, hup. Nog een klein stukje, dan zijn jullie er. Gaat goed, hè? Nou, goed oefenen. Ondertussen niet weglopen. En dan zie ik jullie straks. Goed? Tot zo. Ik hoop maar dat ze hun ouders nog herkennen. Ik ben nog niet wakker op deze dag. En dan smeren we maar een beetje ibuprofen op een broodje en dan gaan we weer naar de banaan, hoor. Goedemorgen allemaal. Succes met vandaag, hè. Maak er een mooie dag van. Nog één keer dan. Voeten ingetaped. Nijmegen uit voor de vierde en laatste wandeldag. Bij grote groepen zoals hier bij de Vierdaagse heb je altijd mensen die er op een of andere manier uitspringen. Vandaag ga ik op zoek naar mensen die echt opvallen. Is het nou lekker om de hele dag zo opvallend te lopen? Heerlijk. Want die hebben mensen die trekken het vlak voor de finish pas aan, maar jullie lopen de hele dag zo. Ja, wij houden van de aandacht. Hè? We gaan natuurlijk 's ochtends altijd 5 uur starten. Ja. En er zitten een aantal mensen, ja, we komen 1 week per jaar langs en die zitten mensen een beetje ingedut. Op het moment dat ik langsom. Laat ik even toetjes in. Dan hebben we even een schreeuwend moment. Ze keek toch. Ja, maar ze keek naar jou. Nee, ze keek naar jou. Ze flirt er helemaal op. Zag je het? Het moet niet gekker worden. Dit. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. U heeft een bijzondere loopstijl. Ja, dat klopt. Maar het maakt ook veel geluid. Heeft u nou extra slijtage aan de schoenen ook? Dat heb ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom even tussen u inlopen. Ja. U heeft dezelfde jas aan. Ja. Ja. Dan neem ik aan dat u of broer of zus en zus of man en vrouw bent. Man en vrouw. Dat is man en vrouw. Gelukkig. En wij zijn over de 80, 82. 83. En u loopt gewoon de hele Vierdaagse? Ja. Ja. Wat is het geheim van een goed huwelijk? Een identieke regenjas? Elkaar flink ruzie maken. Ah, dat vind ik een goed moment. Wat zou u tegen haar willen zeggen nu over deze Vierdaagse wat niet goed was? Ach ja, dat is zoveel hoor. Nou, doe maar eens een dingetje. Ja, dat ze sneller loopt als ik. Wilt u daarmee ophouden? Wilt u niet sneller lopen dan uw man? Oh. Kunnen we dat afspreken? Dat is niet te trekken voor hem. Een applaustrekker. Ja. En dan ga je mee lopen en krijg je dan extra veel applaus? Ja. Maar dan moet je dus wel, hoeveel loop je? 30. De 30 kilometer met zo'n zwaar ding lopen. Dat is niet zwaar. Oh, gelukkig. You're dressed up like?
Well, I don't know. No, I cannot see how good looking you actually are. Oh, you don't want to see. I actually do want to see. No, you don't want to see. I sort of want to marry you already. So. Oh, you're strong. You're easy to fix. Wat heb je nou aan je dinger? Eerste keer gelopen? Nee, ja, vorig jaar. Ja. Met mijn knieprothese. Loopt dat wel goed? Geweldig, zo'n sure. Heerlijk, ja, eerlijk. Wat een wijf. Maar ik zou zeggen, laat die knie maar zitten, doe maar die dokter maar. Nou, Astrid, absoluut. Oelala. Dus de drukte. Het is een kroegentocht, alleen ze liggen ver uit elkaar. Dat is het. Is het mijn dag? Het is mijn dag. Waar komen jullie nou altijd op tijd binnen dan? 1 minuut voor. 1 minuut voor 5 is vroeg genoeg. Het zijn vierdaagse feesten. En je mag daar de hele dag over doen. Je hoeft pas om 5 uur binnen te zijn. Vandaag zelfs pas om 6 uur. Nou, dan doe je daar dus ook de hele dag over. Dat is wel een risico wat we op een gegeven moment, wat we gezegd hebben, wat we ons realiseerden, dat we steeds meer op het randje gingen lopen. En dat, dat er echt geen speling meer in zat. En dat is het niet waard. En we bedoelen, want daar doen we het niet voor. Het moet wel om het kruisje gaan. Het gaat wel om de prestatie, want het is en blijft een prestatie toch. Dat is goed, ja. Ja, dat loopt perfect. Dat is een redmiddel, hè. Dus het lopen is eigenlijk een wat voor mijn naden bij komt te krijgen. Het is mijn dag. Ja, we kunnen omhangen. Wij moesten met Corus moet je 40 lopen met peloton. En waarom doet u dat dan niet? Die pas is pas voor mij veel te klein. Die voorste die maken 2 passen en ik 1. Maar je moet wel in het toilet lopen. Maar je moet dan 40 kilometer. Die korte pas. Nou, de laatste 5 kilometer, ik heb het jaren gedaan. Maar toen had ik het toch niet meer dat ik zei, jongens, dat werkt niet meer. Maar ja, ik heb er eigenlijk wel een beetje spijt van. Want je mist toch onderweg het contact, weet je wel. Nou, ja, je praat wel links en rechts, maar dit zijn toch je maten, hè? Waar je lang mee om bent gegaan en ja, een beetje sterke verhalen vertellen. Heeft u het moeilijk gehad omdat dat u denkt op de 7 weg van nou had ik nog maar mijn maatjes bij me? Nou nee, dan ga ik achter die Canadezen aan. Hè? Die hebben wel een korte pas, maar dat moet ook natuurlijk. Als je hem naar boven toe gaat, dan nee, dat werkt wel. Ik kom wat boven hoor. Geen probleem. Terwijl buiten de wandelaars nog hele stukken voor de boeg hebben, worden de patiënten van het Radboud Ziekenhuis klaargemaakt om naar buiten gereden te worden, naar de Via Gladiola, waar ze gaan kijken naar de wandelaars. En meneer De Groot is daar één van, meneer De Groot. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met u vandaag? Goed. Waarom ligt u hier in bed? Ja, het was te hard. Het blaast eruit. Oeh. Geopereerd al? Geopereerd. Al 3 weken geleden. Dus u ligt al 3 weken hier binnen? Ja. Heeft u zelf in uw leven veel gewandeld? Ja, zat. Achter de paarden. U bent boer geweest? Ja. Ik kan me voorstellen dat u dan extra graag naar buiten wil. Zeker. Ik ben een halve arbeider. Ja. Ja. U mag achterop, voor deze keer. Houdt u zich goed vast? Ja hoor. Want ik ben eigenlijk een overtreding. Ja, daar heb ik wel mee van. Meneer Groot, daar gaan we. Daar gaan we. Als ik val, we zijn gewoon in de ziekenhuis. Free. Free. Ik heb langs even in de grote, het is toch een beetje guurder, dat ziet u wel. Ja, het is kouder. Nou, er komt niks aan, we kunnen erover. In deze hoor, hier gaan we. Hou je dat dan in? Er zit een kier daar, hè?
Zal ik die er gewoon even overheen leggen zo? Extra lekker. Ja, het is ook een leuke qua kleur, vind ik hoor. Al dat bleek en wit. Dit is leuker, zo'n streepje. Zo lekker. Van welke afdeling komt u? Ik ortho en dan ook oncologie erbij. En ik heb een uitzaaiing van de borstkanker is in mijn been terecht gekomen. Ja. Dus ik heb een hele grote heupprothese. Een stuk bovenbeen is eruit gezaagd. Dus dat is ook prothese geworden. En dan een hele pin tot de knie. Ja. En dan met cement opgevuld. Dus een bionische vrouw is het hier. Ja. Nou, zie je in een rolstoel. Het was natuurlijk wel heel heftig wat je allemaal vertelt. En dan komen al die wandelaars hier langs. Is dat nou leuk om naar te kijken voor je? Ja, want ik ben heel graag buiten. Ik hou van vrolijkheid. En het breekt je slechte periode dan. Hè? Ja. Dus, uit die energie van die wandelaars haal je gewoon zelf ook energie. Ja, ja, dat komt helemaal goed. Zij stralen dat uit. Heel veel beterschap. En ik zou eigenlijk zeggen, tot ziens op de route volgend jaar. De heilige Sint-Antonius knijpt een oogje dicht bij het zien van zoveel blote knieën in Overasselt. Nou, je groeit op van jongs af aan in één huisgezin waar 7 kinderen zijn. En met deze 3 die lopen is het natuurlijk wel de 4 dagen van de Vierdaagse. Een hele bijzondere, dat je hebt dezelfde humor en we weten dezelfde de plekjes. De heilige Sint-Antonius knijpt een oogje dicht bij het zien van zoveel blote knieën in Overasselt. Nou, je groeit op van jongs af aan in één huisgezin waar 7 kinderen zijn. En met deze 3 die lopen is het natuurlijk wel de 4 dagen van de Vierdaagse. Een hele bijzondere, dat je hebt dezelfde humor en we weten dezelfde plekjes in de route waar we dingen beleefd hebben met elkaar. En, nou, het is ook net zoveel terugkijken als vooruitkijken. Sister. 40 jaar geleden liep jullie voor het eerst met z'n drieën. Dat was helemaal geweldig, want we zijn natuurlijk opgegroeid in Maaswaal. En alle zussen die in Maaswaal woonden, die stonden ons bij. En die kwamen alles brengen met onze kindjes, gingen mee. En nou, als we daar nu foto's van terugzien, dan denken we, ja, dat was één groot familiefeest. Hey, little darling. I see the flowers in your eyes. Ik kreeg borstkanker en dat is natuurlijk een aanslag op je leven. En nou, dan waardeer je dus extra als je weer gezond bent en weer wel dat eind kunt lopen en alle dingen weer gewoon kunt doen. Als je in het leven dingen ervaren hebt zoals Anne heeft doorstaan, nou, die is er zo sterk uitgekomen en die is heel optimistisch. Nou, dat is zo'n fijne band die wij hebben. Ja, dat zit heel diep met ons. Dat is zo. Sweet soul sister. Thank you.
140 kilometer wandelaars lopen hun eigen route langs de sluis van Heumen. Vrolijk loopt men langs het feest in Linden. Bij Neder-Asselt steken de 50ers het water over via de N324. Dan door naar het pittoreske Graven en Gassel. Hé, daar is Beers. In Kuik loopt iedereen over het water, dankzij de militaire pontonbrug. Risico nog één keer de Mokerheide over. Oh, laten we het daarop houden, dat ze allemaal leuk zijn. Hè? Van hier, met de kinderen weer. En die wonen hier in dit kleine hoekje. En we hebben gewoon de Letse Loodjes opgericht. En we maken hier sinds 22 jaar gratis muziek voor al die wandelaars. En eentje begint en de rest volgt. En welke is van u? De man achter de... Dikke trom. De grote trom. Nou, mijn man is met een trompet. De leider echt van de Letse Loodjes. Maar alleen maar mannen? Ja, nou, we hebben hier helaas geen vrouwen. Nee. Dat is echt mannenwerk, hè? Als er eentje een hele goeie zou zijn... en die hier in de buurt woont, mag ze echt meedoen. Nou ja, dat klopt ook wel een beetje. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar goed, daar kun je over discussiëren. Gaan we nu niet doen, want daar is veel te gezellig voor. Er begint toch geen buurtruzie hier zo lang? Nee hoor, nee, absoluut niet, absoluut niet. We kunnen ook wel andere dingen doen, een krakworstje brengen. We waren net bezig met de broodjesworst voor de muziek. Dat is ieder jaar weer hetzelfde. De heren, een beetje plezier, dat is toch niks mis mee? Normaal worden wij door de mannen verwenden, dan verwenden wij de mannen. Zo moet je zien. En die mensen vinden het leuk, geloof ik. Feestneus op, daar is de Via Gladiola, de Erehaag, naar de finish in Nijmegen. Mevrouw, de finish. Ongeluk, ik schrok een beetje. Ik denk, nee. Daar gaat je kruisje. Nee. Maar goed. Wij zijn er al geweest. Oh, oké. Okay. Ik ben niet Johnny de Mol. Nee, zeker. Wie denk je dan wel? Dat weet ik niet. Nou, doe eens een gok. Robert Ten Brink. Weet ik niet hoe hij ziet? Harm Kuipers. Harm Kuipers. Duurt dat nou zo lang?
lust om hier te zitten. Gezellig hier zo. Ja, het is ongelooflijk. Ja, goed. En jullie gaan er straks weer helemaal los. Je zit nou nog een beetje vastgeplakt in de stoel. Ja. Maar als dan het grote werk losbarst, dan gaan jullie er tegenaan. Ja, zou ik dat even kunnen zien? Er komen dus 10.000 Canadezen aan. Ik zie ze aankomen, 10.000 Canadezen. En ga maar even helemaal los. Mag ik het even zien? Ja, Canadezen. Canadezen, ja. Oh, wat hebben jullie goed gelopen. Het was al wel meer dan net. Goed zo. Eraan. Ik zie daar al een biertje. Een pilsje, en hier zie ik een. Jij bent nooit zo snel gefinished, jongeman. Nee, helaas niet. Nee. Ik ben gestart en helaas gelijk mijn huis gegaan. Hoe laat lag je eruit? Hoe laat ik eruit lag? Het was 4:05. Dus, ja. Je bent echt officieel de eerste uitvaller. Ik ben waarschijnlijk officieel de eerste uitvaller. Ja, joh. Is dit sfeer of is het smaakvol? Wilt u nou veel meer van dit soort heerlijke sfeervolle beelden nog een keer terugzien? Ga naar onze website omroepgelderland.nl. Ah, ik kijk nog even live een tijdje. Is dat mooi, is dat mooi? Ga door. Meneer Jansen, hoe belangrijk bent u? Wij zijn heel belangrijk voor de Vierdaagse als Bureau Protocol, omdat wij daarmee een heleboel zorgen bij het bestuur weghalen, zodat zij zich kunnen bekommeren om het wel en wee van de wandelaar. En Jan Jansen bekommert zich om de VIP's. Al maanden staart hij naar talloze borden met ruim 600 namen die de loge-tribune gaan bevolken. Jan geeft een paar voornamen, militaire namen. Dan zie ik hiervoor bestaan de generaal van Ulm en de commandanten van onze krijgsmacht delen. De koninklijke landmacht, koninklijke marechaussee, koninklijke luchtmacht en koninklijke marine. Er is een gulden regel. Hoe lager je op de tribune zit, hoe belangrijker je bent. Ben ik minister of ben ik werkzaam bij gedeputeerde staten, dan wel ben ik eerste of tweede kamerlid. Dan zit je toch net weer een rijtje hoger. Het uitnodigen van al deze mensen is een delicate kwestie. Want al die hooggeleerde mensen willen wel met de juiste titel worden aangeschreven. En Jan moet het allemaal maar weten. Een kleine test. Wat is de titel van de Nijmeegse strafrechtdeskundige Henny Sakkers? Sakkers, dat is een professor, dokter, meester. Dus dat is een hoog, wel edel, zeer geleerde heer. Dat soort terminologie gebruiken wij nog steeds. Het zou wat albollig kunnen zijn, maar wij hebben de ervaring dat de mensen het toch zeer leuk vinden dat we dat nog steeds doen. En dan de dag van de intocht. Een laatste check. Kijk even of het klopt met de bloemen die wij besteld hebben. 3 in een bosje. Dus daar ben ik even aan het checken, zo steekproefgewijs. Wij zeggen altijd, we maken geen fouten, maar we kunnen ons wel vergissen. En dan is het podium voor Jan, om iedereen op zijn plaats te wijzen. Ik heb één verzoek, als u eenmaal op de loge bent en u hebt daar een zetel gevonden om daar vooral te blijven zitten. Zijn woorden maken niet op iedereen indruk. Dames en heren, ik wil u vooral vragen niet aan het hek te gaan staan. Zoek straks even een plaatsje ergens daarboven of zo. Zelf begeleidt Jan de belangrijkste gasten als burgemeester De Graaf en generaal van Ulm. De burgemeester op een stoel zetten gaat niet lukken. Die wil zijn onderdanen natuurlijk binnenhalen. Hij mag aan het hek staan. Als iedereen dan uiteindelijk zit of staat of wat dan ook, zit de klus voor Jan er bijna op. We gaan straks om 6:00 een lekker borreltje nemen. En dan begint ons feestje, alhoewel. Voor mij is het feestje ook begonnen. Iedereen zit waar ze hoort te zitten. Dus niks meer te wensen. Ik weet genoeg. Terwijl het hoofdprotocol een welverdiend checkie draait, grijp ik de kans om als eenvoudige, wel edele heer ook even heel belangrijk te zijn. En dus toast ik met een hele belangrijke vrouw als oud-minister Carla Peijs. Proost. Tot volgend jaar.
aan toe. Ja, ik ben volledig verrot. Ja, nee, vandaag was verschrikkelijk. Is helemaal ingetaped? Helemaal ingetaped. En dat deed zeer. En wat zit er onder die tapes? Blaren. Blaren en blaren. De eerste twee dagen ging heel goed en toen ging het niet meer. Veel pijn ook? Ook veel pijn, jazeker. Ja, ja. Dat is echt super zwaar. Ik ga het ook echt nooit weer doen. Echt nooit meer. Nou, dan houden we het daarop. Het is niet te doen. En dan strompelen we samen een stukje die kant op. Oh. Als u hier het straatje doorloopt en daar op de hoek, dus na de winkeltjes, daar is een toilet. Ja, u had me net gebeld met de info. Als dit blauw is bij u, nee, is het net paars. Nee, is nog niet gebracht. Nee. Nee. Ze komen voor... waar staat de bus? Hoe laat gaat de bus? Waar kan ik dit kopen? Waar kan ik dat kopen? Ik heb ik moet een medische pleister hebben. Dan moet ik een dokter hebben. Maar vooral ook gevonden voorwerpen. Dus kijken wat voor sleutels ik heb. En dat zijn fietssleutels, zijn deursleutels, autosleutels. Kijk, we hebben schrift, wat verloren is en gevonden is. En dan het meeste, dat noteren we. En nou ben ik aan het uitzoeken van wie deze portemonnee is. Ik heb er al 3 keer gebeld, maar ze nemen niet op. Zonnebrillen en gewone brillen, medailles. Ik heb er zelfs eentje gisteren gekregen met 41-42 erop. Jekjes. Ja, deze komt weer net binnen. Die telefoon? Ja, en die tas. We hebben niet eens schoenen in het bureau gevonden. Wat vind je van mijn oorbel? Ik weet niet. Garde. Garde. Ik denk, wij zeggen, ze kon niet zonder de aanrecht vierdaagse lopen. Maar het is toch een gek ding. Doe je toch niet. Is dit een beetje jullie winkel van Sinkel? Ja, zo kun je het wel noemen, ja. Zeker, ja. Wordt er ook wel eens iets levens gebracht? Ja, en kindjes. Kindjes, mama, mama, mama nou, verloren. Nou, viel dit keer mee. Ja. 1 keer, maar die werd ook gauw weer opgehaald. Who's a lady? We hebben gisteren een hek gehad van een vent. Oh ja. Die komt vandaag weer terug. Ik ging gisteren, liep ik daarheen en dan komt een man die ik ken die helemaal niet. En die gaat me omhelzen, nog eens omhelzen. Hij was best bezweet. Ik draaide me om, ik zei die illusie, ik ga eerst mijn gezicht wassen. Moet ik weer gekomen. Oh, dat is zo vies. Nou, maar goed, okay. Ja, maar dat was echt heel vies. Ze zijn echt hele aardig. Maar ze zijn heel aardig, de mensen. Ze zijn heel blij en dankbaar. Hoe kunnen wandelaars jullie nou het leven wat makkelijker maken hier bij de gevonden vormen? Jo, we hebben het helemaal niet moeilijk. Het is gewoon leuk. Het is altijd fijn als er ergens een naam in staat. Ja. Want dan kunnen we ze nog bereiken en dan kunnen we opzoeken en dan kunnen we zeggen dat is gevonden. Ik wil niet onvriendelijk zijn, maar ik dacht dat jullie haast hadden. En wij hebben ook haast en deze dame moet nog gladiolen kopen. Dus bedankt en dag, tot ziens. Tot ziens, kijk, succes. Komt alweer wat. I used to think that I wouldn't take long to get it all figured out. I never asking why. I thought I knew what the whole world was all about. I think I jumped the gun. Cause I can't explain how I feel. Ik heb nu al de oudste deelnemer hier bij me. Waar kom je vandaan? Uit Groningen. En hoe oud ben je? Nou, ik ben heel oud geworden nu. Laten we daar op houden. Oh, die kromme benen. Nou, is dit bijna een beetje Zuid-Nederlandse gezelligheid hier? En dat past toch helemaal niet bij die nuchtere Friezen? Ja, juist wel. Die houden er heel erg van. Ja, kijk naar de Elfstedentocht en al dat soort dingen. Die vinden dat echt helemaal geweldig. Wij passen hier helemaal thuis. Maar nou is het punt. Heb je 4 dagen zo lekker gewandeld... en dan trek je dit aan en dan wordt het toch nog bijna doodervaring als je niet uitkijkt. Who cares if it don't last forever? Feels good, feels good. No one knows what the future's holding. Somehow.
Mooi. Kunnen jullie dat laatste stukje keihard galopperen naar de finish? Ja. Wil ik wel even zien. Mogen we even zien En die kregen jullie onderweg? Ja, natuurlijk. En jullie hadden mensen langs de kant staan die dachten... wat is het handigste wat we kunnen geven aan twee wandelaars die moe zijn? Een taart. Wat heb je aan bloemen? Laat maar even zien hoe die smaakt. Ik ben heel benieuwd. Ja, het ziet er lekker uit. Hier komt in de verte iets behoorlijk bijzonders aanlopen. Met het bordje de laatste dag loop ik naast de schoenen. Nou, ik wil een ode brengen aan alle lopers die vandaag meegelopen hebben... En ik vind dat alle mensen vandaag die binnengekomen zijn en het gehaald hebben... dat die allemaal naast de schoenen mogen lopen. Jan-Pieter, wil jij een lekkere gladiool? Kijk eens, pak eens lekker de gladiool. Pak hem maar. Pak hem maar. Oh, wat leuk. Doe ik. Lach maar even lief naar de mensen. Heeft u droog gehouden? Niet helemaal, nee. Nu is één plekje nat, de rest is droog. Wat gisteren droog was, is nou nat. Ik heb hem uitgenomen, eens kijken. Ik heb een kruisje. Het is best wel moeilijk. Het is wel heel zwaar, maar het is ook wel leuk. En ik denk dat je echt helemaal stapelgek moet zijn om dit te doen. Want wat is het toch afzien, Keer op keer weer. Wil je nog steeds voelen? Ik ben helemaal over de... Ik ga toch gewoon voor de tweede keer voor je. Het is onvoorstelbaar leuk. Daar kijk ik echt naar uit. 4 dagen wandelen en dan de Jägermeister. Douchen, eten en de stad in vanavond. Ophakken. Reg maar weer gauw op. Ja, anders raak ik hem kwijt. Het is volbracht. Het zit erop. We zijn weer thuis. Hoe was het? Super. Super en dan super. Ja? Ja. Super. Ja, het was voor jou. Ik heb echt genoten. Je hebt genoten? Ik vond het fantastisch. Het publiek was fantastisch, het weer was fantastisch. Oh, gisteren was het ietsje minder, maar... Ja, oké, dat klopt. En een heel hoop mensen hebben er best wel moeite mee gehad, denk ik. Zullen we de Vierdaagse van 2011 samenvatten met... Super! Ik kon niet beter. Oh, ik dacht super. Super. Was super. Tot volgend jaar. Sloeg ik je dan met je eigen gladiool? Sorry. Maar hoe ziet jouw mama eruit dan? Of heb je alleen nog een papa? Met mij kan je ook niet mee. Nou, ze komt heus wel. Wil je mijn vlaggetje erbij? Gewoon nog even wachten. Goed? Dan komt ze wel. Tot volgend jaar. Dag. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schuurmanschoenen.